Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Het is mooi weer. Mijn kat is chagrijnig, Jordi. Ze is vanavond heel laat gaan slapen. Hij wou gewoon echt niet slapen. Maar ja, ik heb hem op school afgezet. Meneer de chagrijn. Liam is ook op schooltje. En wij gaan samen. We gaan even naar de winkel en eventjes naar de Groenrijk. Want ik wil paastakken hebben. Dus dat gaan we halen. Want ik wil paas maken in huis. Ik wil het gezellig maken. Lekker fris lente. Goed, mooi weer. Moeten we doen. Maar eerst de auto starten en naar huis. Ik heb paastakken gehaald. Boodschapjes gedaan. Sam, waar ben je? Naar de Sam. En nu op weg naar huis. Zodat ik Sam fruit kan geven. Ik heb een blije baby. Wel een beetje hoog de temperatuur. Maar dat is normaal met de spuitjes, hè? Ja. Oeh, ik heb een hele vrolijke baby. En wij gaan zo dadelijk Liam ophalen. Daar is weer bijna tijd voor. Ik ging naar de winkel. Ik ben gewoon vuilniszakken weer vergeten. Dus wij gaan zo onszelf klaarmaken. En eventjes gauw naar de winkel nog. Om eventjes gauw vuilniszakjes te halen. Hè? En ik had die takken gehaald. En dat wil ik even laten zien. Tada! Die staan ook al. En ik heb mijn paasspulletjes. Ik heb ook mijn paasspulletjes al naar beneden gehaald. Dus als de kindjes straks lekker op bed liggen, ga ik even lekker rommelen hier. Dat lekker Pasen is. Ik heb gekozen voor iets makkelijks om te eten. De kindjes die krijgen ragout, want die heb ik nog in de vriezer. En met rijst. En ik en Niels eten hamburger bakken met salade en kousschotel. Dus dat is wat wij eten. Ja. Want morgen wordt Jordi dan geopereerd. Dus het moet allemaal een beetje makkelijk voor hem zijn om te verwerken. En dat is dit. En Liam vindt het ook lekker. En Sam vindt het ook lekker. Dus dan eten we dat. Dus ik ga mezelf en Sam even klaarmaken. Zodat we even gaan vuilniszakken halen. En dan heel snel Liam op gaan halen. Nou, mijn missie is geslaagd. Ik heb ze. Ik heb ook gelijk Liam opgehaald. En ik heb de twee kindjes nu al lekker in bed liggen. Ze waren hartstikke moe. Ik heb het ook niet gefilmd. Want toen Liam thuis kwam is hij eigenlijk op de bank gaan liggen. En ja, was hij een beetje oververmoeid. Joef, jij mag zo. De hond moet naar buiten. Even de hond naar buiten doen. Zelf even eten en dan lekker paasen maken hier. Lekker gezellig. Ik heb alles van die dingetjes afgehaald. Die ronde dingen. En ik ga er nu paasen van maken. Ik heb het nu al gedaan omdat dadelijk weer kinderen wakker worden. Ik wil het klaar hebben voordat ze wakker worden. Want Dus daar ga ik nu even mee beginnen. Ik ga dadelijk het eindresultaat wel laten zien hoor. Ik ga het niet filmen omdat ten eerste dan wordt mijn vlog gewoon echt te lang. En ten tweede, bij mij gaat dat nog 10 keer erop en eraf. Dus het heeft geen nut. Nou, ik heb de muur klaar. Dit heb ik ervan gemaakt. Ik zal even beter filmen, want dan zien jullie het beter. Even op de bank gaan staan. Zo. En zo. Nou, de klok is gewoon de klok. En dan zo. Hier zitten eitjes in die je normaal in een tak hangt. En dan zo. Ik weet niet of het zo blijft staan, maar ik denk het wel. Ik ben wel tevreden, moet ik zeggen. Dus dan moet ik nog die takken doen. Ik ben vandaag de takkenwijf. We hebben Jordi opgehaald. En hij was niet zo heel vrolijk. We gaan nu naar huis rijden. Ik heb jullie ook wakker gemaakt. Dat was ook niet zo vrolijk. Dus ik ga met Bambix Bende die chagrijnig is naar huis. Ik heb er nu dit van gebrouwen. Ik zal het even goed filmen. Moment. Dit is het geworden. Ik kijk dit even aan. Hoe dat ik het vind. En anders kan ik het altijd nog veranderen.
Maar voor nu vind ik het prima. Alleen één tak die had een beetje hangen. Niet de bedoeling was, tenminste niet mijn bedoeling was. Die tak zijn bedoeling was het. Maar ja, vooralsnog, ik vind het prima. Ja. Volgens mij vond Liam het wel grappig, want die zat net al te lachen. Jordi zit daar. Sam zit daar. Liam zit hier. Waarom? Omdat Liam net ruzie had met Jordi en ik ze uit elkaar moest halen. Was niet per se Liam's schuld hoor. Jordi die was gewoon een chagrijnen. En Liam die wilde gewoon lief doen. En Liam kreeg gewoon een politieauto naar zijn kop toegegooid. Dus ja, en Liam laat zich niet op zijn kop zitten. Dus Liam die ging even er vol tegenin. En dat was ruzie. Ja, dus ik heb het even zo gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Niels die is gisteravond op een gegeven moment in slaap gevallen. Toen werd Sam wakker. Toen is hij naar Sam toe gegaan. Toen is hij aan mijn kant van bed in slaap gevallen. Toen heb ik hem gewoon laten liggen, want ik was met mijn nagels bezig. En ik heb ze een stuk korter gemaakt, omdat de verzorging van Jordi ook belangrijk is. En die moet hygiënisch zijn, dus dan kun je beter met korte nagels, is mijn ervaring. En Jordi, die moet ze dadelijk even oefenen met de fysio, want dan laten we gewoon doorgaan, zodat hij... Kunt ze nu niet? Ja. En daarna gaan we even naar de winkel. Ik en Jordi. En dan gaan de kleine kindjes gaan fruitje krijgen, want hij mag niet eten. En dat is vervelend voor hem. Dus, ja. Dat is wat de bedoeling nu is. En dan moet ik daar gewoon nog spullen klaarmaken en alles. Maar hij hoeft niet heel veel mee te nemen. Dus. Gelukkig. En Jordi? Ja. Dus ik ga me eigenlijk even aankleden. Kleding pakken voor Jordi. Dan kan Niels even Jordi aankleden. En dan komt Kim zo. Oh, dat lag geweldig. Ik ben ook nog vannacht eruit geweest voor Jordi. Ja. Nou, ik ben vanochtend met Jordi naar de winkel geweest. Want dan konden Liam en Sam gewoon rustig eten zonder dat Jordi erbij zich stond te bemoeien. Omdat hij mocht niet eten natuurlijk. Toen heb ik alles klaargemaakt. En nu is hij met Niels onderweg naar de Radboud. Voor de botoxbehandeling. En ik zeg je heel eerlijk, het is en blijft lastig. Ik mag er niet bij zijn, want er is maar één ouder policy. Dus Niels die doet dat. Maar toch. En ja, Niels doet het beter in het ziekenhuis als dat ik het doe. Dat is gewoon zo. Maar toch, het is en blijft lastig, moeilijk, zwaar. Ja. Het is gewoon een dingetje. Ik heb gezorgd dat Jordi eten mee heeft, Niels eten mee heeft, iets te snacken heeft. Ik heb overal voor gezorgd. Dus ze komen niks tekort. Maar toch. Als Jordi daar uit de narcose komt, heeft hij een flesje oranje, een flesje pap. Lekker een potje fruit die hij alleen maar eet als hij in zo'n situatie zit. Lekker melkbroodjes die hij ook lekker vindt. Dus ik heb overal voor gezorgd, maar toch. Je moederhart breekt in 1000 stukjes, want je weet dat hij weer onder narcose gaat. En je weet dat hij weer botox krijgt. En ik doe mijn liefde die nazorg, maar het is even zwaar. Heel zwaar. Jordi is net geopereerd. Nou doet hij een broodje eten. Wil je een broodje? Goed, doet hij lekker broodje in zijn mondje. Ja, je mag zo weer verder kijken. Ja, en dan gaan we zo zijn lei even schoon en dan gaan we weer een keer op huis aan.
Het was goed gegaan, hè? Je was heel snel. En niet één keer gehuild. Ja, best stoere jongen hier, hè? Oh. Maar nou moet echt het filmpje weer opgeluid, papa. Nou, ik ga Jordi nog even een beetje bezighouden en dan gaan we zo naar huis. Wij gaan naar huis. En Jordi is heel dapper. Hij heeft zijn dapperheidsdiploma gekregen. Hoe is het met je schatje? Ja, alles weer goed? Ben je vosje, hè? Dan gaan we nou lekker naar huisje toe. Nou, tot dadelijk. Goed nieuws. Jordi is geopereerd. Alles is goed gegaan. Hij is hartstikke vrolijk wakker geworden. En nou zijn ze al lekker onderweg naar huis. Yay, papa en Jordi komen naar huis. Sam die slaapt nog. Liam is net wakker. Die heeft een rode kont van heb ik jou daar. Dat is echt een baviaan, is er niks bij. Ik denk dat het gewoon een beetje hele zure scheid is. Maar goed, het is zoals het is. Is hij nou alweer scheten te laten? Ik denk dat hij met een kies of zo nog bezig is. Ik weet het niet. Ja, maar ja, alles gaat dus goed met Jordi. Ze zijn dus onderweg naar huis. Hij was natuurlijk hartstikke vrolijk. Dus mama is blij. En mama is blij als ze weer Jordi in de armen kan sluiten. En kan knuffelen. En kan zeggen hoeveel ik van hem hou. Dus hopelijk gaat de tijd snel. En zijn ze snel weer terug. Hij is thuis. Lekker bij mama even liggen knuffelen. Wel is een auto in slaap gevallen. Niels is even lekker frietjes halen voor ons. Oh, is het filmpje afgelopen? Ja, is die afgelopen? Mama aanzetten. Niels is dus even frietjes halen. Wilde eigenlijk van iets anders bestellen, maar die was niet open. Mama even kijken. Juf Roos doet het altijd goed bij Jordi. Jordi die is wakker inmiddels. Die hebben we wakker gemaakt. Joeg eraf. En in principe doet hij het gewoon prima. Je merkt wel aan hem dat hij niet helemaal zichzelf geweldig goed voelt. Maar hij kan ermee omgaan. Gelukkig. Dus hij weet ongeveer hoe en wat. Een hele goede morgen. Met Jordi gaat het redelijk. Hey. Het is niet top, maar het is ook niet slecht. Mm. En we gaan nu even Liam naar schooltje brengen. Want dan gaat het gewoon door. En dan gaan we even gauw naar de winkel broodjes halen. En als we broodjes hebben gehaald, komen we lekker weer naar huis. Hè? Schotje, patatje. Dus ja, dat is wat we gaan doen. Gauw gaan lopen. Ik heb Liam opgehaald, maar je ziet hem niet. Want ik heb Liam al op bed liggen. Sam die was al in slaap gevallen, dus die gaat nu nog niet gelijk slapen. En Jordi heb ik al 10 luiers van verschoond. Dus, ja, en die heeft ook heel goed gegeten al. En nou echt, ik weet niet wat me overkomt, maar dit kind dat eet en eet en eet. Hij heeft gewoon al 4 croissantjes op. Een fruithap, geeft gewoon aan dat hij honger heeft. Dus als hij honger heeft, dan krijgt hij het ook gewoon van mij. Dat geeft ook aan wanneer hij het niet meer wil. Dus dat is het voordeel. Hij heeft net ook weer een fles drink op. Melk in dit geval. Hij heeft al een fles Oranje op. Hij heeft al een hele grote fles pap op. Het kind drinkt supergoed. Eet supergoed. Ik sta hier echt versteld van. Dit is echt al maanden niet meer zo goed geweest als nu. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Ik ben daar heel positief in. Maar we zijn er nog niet. Want hij kan ook nog buikpijn krijgen en dat soort dingen allemaal. Dus dat is wel het geval. Maar
Vooralsnog ben ik positief. Plus hij heeft wel een blauwe kont, maar niet zo'n blauwe kont als ik verwacht had. Kan nog komen. Maar het gaat hem op zich best vrij goed af. Ik denk dat ze... Ja, ik ben tevreden. De vorige keer was het niet na één dag al en nu wel. Dus ik ben echt tevreden. Morgen worden het nog meer luiers, dat weet ik. En dan wordt het eventjes nog iets meer. En dan zakt het weer af en dan is het goed. Wacht, wat zeg je? Papa centjes verdienen. Mama, ik ben mama. Nee, niet papa. Ik ben mama. Mama. Mama van de kusjes. Mama. 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 Dus dat. Weer papa. Oh, echt, waar het hart van vol is, praat ze de hele dag over, hè. Maar oh hé, als ik wegga. Jordi, die zit nu op nummer 16, 17 waarschijnlijk. Want ik rook net iets. Dus waarschijnlijk 17. Ze hebben lekker geslapen. Liam die zit lekker even tablet te kijken, want Jordi die wil de Boomba zien. Dus hebben we daar even geregeld. Sammy is lekker hier aan het rondkruipen en een beetje zijn ding aan het doen. Niels komt zo thuis. Mijn eten heb ik al klaar. We eten aardappels, broccoli en kippendijfilet met jus. Dus dan ga ik even onder elkaar zetten voor de kinderen. En dan als Niels thuis komt gaan we lekker eten. Wat is er, Jordi? Wat is er? Wat is er? Kijk even aandacht voor mama. Jordi die ligt daar even lekker te relaxen en uit te buiken. En Boomba te kijken. Maar... Hier zijn de gebroeders lekker buiten. Of ja, buiten. De jongste zit binnen. En Liam is buiten. En ze zitten eigenlijk samen bij de deur. En waarom weet ik nog steeds niet. En papa zit daar op te letten. En Joef is ook buiten. Goedemorgen. We zijn allemaal wakker. Niels die is eventjes voor mij iets halen in de winkel. Dat ik vergeten was. En... Kindjes, die zitten hier lekker op de bank. We hebben een typische zaterdag. Vanochtend niks. Na het slaapje moeten we even naar het jaren. Nu Jordi ook zo goed aan het poepen is, betekent ook dat we gelijk met stukjes kunnen gaan beginnen. En dat we gelijk kunnen oefenen. Hallo, Boomba en Boombalink. Krijg je hem eraf? Ja, oké. Oké, daar gaat hij. Dus dit zijn we aan het oefenen. Hetzelfde met Sam. Die krijgt ook allemaal stukken. Die doet daar ook mee oefenen. Liam kan dat allemaal al, hè jongen? Hier, je bord dichterbij. Dus ja, we zijn goed bezig. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Gisteren heb ik niet meer gevlogd, want wij moesten naar een verjaardag toe, zijn we heen geweest. Daarna hebben we gegeten, kreeg dumping. Toen heb ik de eerste paar uur geslapen en toen ben ik op een gegeven moment wakker geworden en heb ik niks meer gedaan. En ik was nog steeds niet lekker. Dus vandaar, dat kan uren duren. Dumping noemen ze dat, als je een gastric bypass hebt gehad. In je mondje. Maar vanochtend, ik ben de was al aan het doen, ik ben al aan het opruimen, ik heb de bedden al verschoond. Ik moet alleen ons bed nog even opmaken. Nee. Vanochtend ben ik daar dus bezig mee geweest. En nou gaan we lekker ontbijten. Iets Jordi smakelijk. Is een beetje boos, ja. Want het geluid van de tablet is ineens zachter gegaan. Omdat mama op 7 uur moet filmen. Ja, sorry hoor. Het gaat nou weer aan. Kijk man. Kijk het verschil. Dat was weer een mooi verhaal van juffrouw.
Dat is het dus. Slimmerik. Wij gaan lekker eten. Ik heb boven alle was gedaan. Ik heb gepoetst. Ik moet alleen nog even de douche doen. Want ik heb ook Joef even nog gewassen. Maar ik kom eventjes beneden. Eventjes gauw op de bank. 5 minuutjes zitten. En ik zie dit. Niels die heeft Jordi in de auto van Liam gezet. En hij mag er gewoon in zitten. Oh, en Joef is trouwens gewassen. Vind je het leuk, Jordi? Nee. Vind je het niet leuk? Hij is uit zijn comfortzone gehaald. Ja. Doe jij je broer helpen? Hoe kom je nou uit te kijken, ding? Nee. Hij zit hier echt te kijken. Hij vindt het... Oh. Nee, misschien tv kijken in de ding. Let niet op alle rotzooi. Ik ga dadelijk als de kinderen op bed liggen, ga ik beneden poetsen. Ga ik Boomba aanstaan? Hij is echt zwaar uit zijn comfortzone. Dat is papa die even zijn neus moet snuiten. Vind je het leuk? Vind je het leuk, Jordi? Hij vindt het niet super vervelend, maar het is ook niet zo dat hij zegt van... Waar? Ja. Oké, wat hebben we allemaal gedaan? De kinderen mee opgestaan. Ik heb de kinderen een beetje vermaakt. En dan het ontbijt begonnen. Ja. Ik heb boven de was gedaan. En opgeruimd boven en gepoetst. En het ontbijt afgemaakt. Klopt. Nou, We hebben na het ontbijt hebben we Joef gewassen. En heb ik de douche gepoetst. Mm-hmm. En ik heb Joef afgedroogd en gefeund. En toen heeft hij de kinderen naar bed gebracht. Ik heb ondertussen ook nog even gedoucht. En nu gaan we een broodje eten. Ja, en dan gaan we hier aan de gang. Want we gaan ook hier wat veranderen, want ik word echt helemaal lijp hier. Dus dat gaan we doen. Jullie zien later wel wat we hebben gedaan. Zo. Alles is weer opgeruimd en schoon. En zelfs voor de vooropschouwing nog. Ja, want ik heb tegen Niels gezegd, want hij moet weer die stomme Verstappen kijken. Ik heb niks tegen Verstappen persoonlijk, maar gewoon het werk dat hij doet, daar vind ik irritant. Maar we hebben alles gewoon schoon, dus vanavond hebben we het ook wat makkelijker, hoop ik. Ja. Dus... Totdat Liam 5 minuten beneden is, dan denk ik anders over. Ja, ik heb het nu wel even anders gezet, ik zal het even laten zien. Ik heb dit ding daar weggehaald. Al het speelgoed staat nou daar. Ik wens ze veel plezier. Maar al het speelgoed, hier staat ook nog het een en ander. Maar Jordi speelt ook met een aantal dingen van die. Dus ja, de bank staat gewoon zoals hij staat. De tafel staat gewoon zoals hij staat. De rest staat gewoon zoals hij staat. Maar ja, dat is wat we gedaan hebben. En nu is het even wachten tot de kinderen wakker zijn. Ik ga mij even zo omkleden, even de was opvouwen. En dan ga ik eventjes naar de winkel voor de boodschappen. En dan... En ik doe de bankzaak. En de kinderen. Het is wel een soort van afspraak vandaag. Dat hij grotendeels de kinderen doet. Dus de luiers en dat soort dingen allemaal. Ik ben wel de mama die vandaag de knuffel geeft. Doe jij maar morgen weer de papa zijn die de knuffel geeft. Oké. Is dat goed? Ik heb mezelf even geüpgrade van onesie naar joggingpak. Want ik ga even naar de winkel. En ik neem
Meneer, neem mee. Ga je mee met mama naar de winkel? Ja. Ja? Oké. Heb je er zin in? Papa, nee, papa blijft thuis. Papa blijft thuis bij je broers. Dus ik ga meneer neef meenemen. En ik ga koken. We eten burritos. Zelfgemaakte. Zelfverzonnen. Ja. Wij gaan lekker eten. Ik heb burritos gemaakt. Jordi heeft ook een keer helemaal burritos zonder rijst. Maar dat is gewoon een keer echt alleen de burritos. Hij vindt het hartstikke lekker. Hij moet er alleen even aan wennen. Liam is ook lekker aan het eten. Sammy is ook aan het happen. En papa die moet per se voetbal erbij hebben. Dus ja. Breek me de bek niet open. En dat is papa's bord. Smakelijk. Smakelijk. Nou, dit is de schade. Ze hebben toetje gehad. Ze hebben gegeten. Vandaag lekker in bad. Nou, nog even drinken. En dan dadelijk lekker linea recta de douche in. En dan kunnen we weer opnieuw beginnen met poetsen. Yeah! Hey Niels. Hey. Ik had straks scheid in mijn haren. Wil jij ze vertellen hoe dat er kwam? Door Jordi. Die had gepoept in de douche. Ik had gedoucht met de kinderen. Eerst zou ik gewoon eventjes alleen mijn lichaam doen. Want ik had straks mijn haren gewassen. Toen ja, had Jordi zoiets van, er komt iets uit mijn kont. Dus die grijpt daarna. Want hij is het even nog niet echt gewend. En hij pakt zo bij zichzelf in de scheid. En hij doet ermee zo in de douche. En vervolgens smeert hij het zo in mijn haar. En toen zat mama onder de poep. Zo kon ik nog een keer helemaal douchen. Lekker. Nou liggen de kindjes op bed. Yes. Alles is weer opgeruimd. Ik heb zover geëdit. Dit is het laatste gedeelte wat ik nog moet doen. En dan kan ik lekker bankzaken. Ja. Lekker. En dan gaan we deze vlog ook afsluiten. Yes. Hoe gaat het trouwens met Jordi en spuit? Even gauw. Maar het is een hele verbetering. Ja, hij heeft echt minder buikpijn. Hè? Dus die informatie wilde ik nog heel even snel geven. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.